Hoi allemaal, welkom bij weer een nieuwe video van Balestro Papillon. Dit keer vanuit mijn woonkamer. Ik ga een moderne grondoefening met jullie doen. Dus zorg ervoor dat je alles een klein beetje aan de kant schuift, zodat je nergens aan kunt stoten. En doe eerst even Jaylee's warming up, zodat je lichaam een beetje is opgewarmd voordat we over de grond gaan rollen. Veel plezier! Goed, we beginnen in de vlinderzit, dus met je voetzolen tegen elkaar. Je maakt een ronde rug met een beetje ingezakt, ontspannen, armen ontspannen en je kijkt naar de grond. Je strekt op 1, linkerarm gaat uit. 2, armen gaan voorlangs. 3, rechterarm binnendoor naar het plafond. En 4, laat je handen los op je knieën, knieën op. Ja, dus strek op, veeg voorlangs. Haal binnen naar het plafond en laat los. Dan strek je weg. Rechts, links, trek in. Rechts, links. Dan maak jezelf klein. Elleboog neer, zachtjes naar de grond. En rol door totdat je hier bent. Ja. 4, 5 en 6. En zachtjes rollen. 7, 8. Als je hier bent, zorg ervoor dat je onderen goed op de grond blijft. En je armen recht opzij zijn. Je schouders blijven laag. Trek ze niet omhoog. Gaan we hier verder. Je zwaait met je rechterbeen in. 2, door met links. 4, rol door. Maak je klein. 6. Rol terug naar waar je vandaan komt. 7, 8. Tot een boogschutter. Pose. Ja, klein stukje terug. En je zwaait met rechts. En met links. Rol door. En rol weer terug. Boogschutter. Vanaf hier. Ga je je billen en je gewicht zo ver mogelijk naar achter brengen, zodat de afstand tussen de grond en je rug zo klein mogelijk wordt gemaakt. Ja, dus hier probeer je zo ver mogelijk voor te duwen, vooruit te duwen. Je brengt je billen en je gewicht helemaal door naar achter. Je maakt je rug zo rond mogelijk, zodat je zachtjes op de grond neerkomt. Rond, 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 rond. Je strekt je achterste been naar het plafond en je maakt een kaars. Ja, dus vanaf de boogschutter. Strek helemaal door. En gewicht naar achter. Strek naar het plafond. Probeer je arm op de grond te houden. Vind je dat nog een beetje te moeilijk, mag je natuurlijk ondersteunen. Rol weer terug. Hou je achterste been gestrekt. Scoop je door naar de grond. Naar, dat is een soort slangetje. Scoop je naar de grond. Ja. En... Heen. Maak je plat. Kijk je even omhoog. Terug. Duw jezelf naar achter. Billen naar achter. Billen op je hielen. Rol door. Ja, even vanaf de boogschutter. 8. En 1, 2. Terug. 3, 4, 5. Slap. Kijk omhoog op 6. Rol door. 7. En 8. Dan gaat je voorste arm, de voorkant is daar, de spiegel is daar. Rechterarm gaat door naar achter. Zwaai wissel om. Nou draai je hem helemaal rond. En nog een halfie. Ja, een soort borstkrol zwaai. En 1, 2, 3. Helemaal rond. En laatste stukje. Je laat je armen vallen, je billen. Ga naar de voorkant. Je rolt hem door. Strek je, dat kun je nu niet zien. Strek je benen en je tenen helemaal door naar voren. En trek weer in. Zodat je van het begin af aan kunt beginnen. Zijn we geëindigd? Hier. En. 1, 2. Helemaal rond. Rol hem door. Strek uit. En trek weer in. We doen hem even 1 keer helemaal vanaf het begin. En dan ga ik hem tellen. Ja? Komt-ie. 7, 8. Strek op 1. 2. Omhoog 3.
4, 5, 6 en 7, 8, 2 op 1, 2, 3, 4, rol door, 5, 6, rol terug, 7, 8, komt ie, 2, 3, 4, 5, 6, stip door, 7, 8, 2, 1, 2, 3, 4, rol door, 6, trek in, 7, 8. Goed, ik ga nu twee keer met jullie op muziek doen. Heb je nou zin in een beetje extra uitdaging, vogel dan de oefening voor jezelf linksom uit. Dus dan begin je met je rechterarm. Ja? Doe je hem helemaal links. Ik doe hem nu één keer rechts, één keer links voor. Doe je mee?